In de stad kan je niet om haar heen. Nijntje. Het Utrechtse konijn is jarig en door de jaren heen onverminderd populair. 65 jaar en still going strong. 65 jaar geleden heeft de Utrechtse tekenaar Dick Bruna Nijntje bedacht. Het konijn is inmiddels de trots van de stad. We hebben niet voor niks een Nijntje museum, maar ook een Nijntjeplein. En we hebben stoplichten met Nijntje erop en een zebrapad. Het siert Utrecht. En ook bij het Nijntje Museum is de liefde voor het konijn voelbaar. Alle moeders met kinderen die daar langs fietsen, daar zie je dat bij kinderen het hart een sprongetje maakt. Dus ik denk dat de liefde voorlopig nog niet over is. Maar wat maakt dat wereldberoemde konijn nou zo geliefd? Heel naïef in bepaalde gevallen, maar ook heel simpel in verhaal. En ja, dat spreekt heel veel mensen aan. Iets simpels en leuks en vooral voor kinderen natuurlijk. Maar grote mensen vinden het stiekem ook leuk. Konijntjes zijn natuurlijk aaibaar en hij heeft er iets heel moois van gemaakt. Iets heel neutraals, tastbaars, voor iedereen toegankelijk, oud en jong. Dit weekend is er feest in het Nijntje Museum en een speciale tentoonstelling in het Centraal Museum met 86 versierde konijntjes. Nijntje wordt 65, maar betekent dat dan dat ze mag uitrusten? Met pensioen! Ik zal zeggen dat hij niet met pensioen gaat, want Nijntje blijft natuurlijk altijd voortleven. Nijntje is iets wat in onze harten zit en pensioen of geen pensioen, Nijntje wordt nooit ouder. Nijntje gaat dus niet achter de geraniums zitten en daarom blijft Utrecht haar voorlopig overal in de stad zien.